Yo mensen, vandaag is eindelijk de grote dag aangebroken. Mijn stem is al half weg, omdat we natuurlijk gisteren kampioen zijn geworden. Ik mag eindelijk die video maken. We gaan zo meteen langs bij Jeroen Soet, maar we mochten alleen langskomen als we voor 10 mensen ontbijt meenamen. Dus dat ga ik eerst even halen voor. Kijk, zo hoor je een kampioen natuurlijk te verwennen hier al. Zou die hier wonen? Ik denk het wel. Nee, het ziet er fit uit. Ja, zeker. Hoe is het? Ja, hoe moet ik nog vragen hoe het is? Dat is eigenlijk overbodig vragen. Ik hoorde dat ik alleen langs mocht komen als ik kom. Ja, inderdaad. Ik hoop dat je het goed vindt. Het huis is vol, dus... Iedereen meegenomen. Mijn familie, mijn zus. Ik ben hier in het noorden, allemaal geslapen. Dus kom binnen, man. Top, dankjewel, man. Snij jij nooit ook croissantjes open? Ja, maar nou geen zin in. Nog geen zin in. Hey, we hebben nog, ik had nog speciaal voor jou eigenlijk die Rennie gekocht. Heb je ze nodig? Je zag net ook een rustig aangedaan. Ik heb van gisteravond iets rustig aangedaan. En daarom ook? Ik denk dat ik vanavond heb ik ze morgen nodig heb, dus ik leg ze lekker hier. En dan nog, we hebben natuurlijk vitamine drank en zo, maar ik had speciaal eigenlijk voor jou twee biertjes meegenomen. Gaan die wel heen? Nemen we allebei eentje dan? Ja, ik vind het prima. Het is al, het is bijna 12 uur geweest, ja, dan mag ik. Ik ga het zo open trekken. Laat hem gewoon staan. Jij eentje? Is goed. Okay. Doe het open, hè. Lekker, een croissantje met chocopasta en een biertje. Je wordt maar één keer per jaar kampioen, toch? Hé, hey, pik. Proost. Proost, jongen. Kijk, dit is geen nep. Krijg je nog weg? Top, jazeker. Is het niet even... Nee, man. Ja. Dit zijn de... De Johan Cruijffschaal. Mm-hmm. Tegen Groningen. Hier de Johan Cruijffschaal tegen Feyenoord. Naar kampioen 2015, 2016, 2014, 2015. En... Die ga ik nu voor je halen. En dan ben ik zo terug. De belangrijkste voor nu. De belangrijkste. Is die. Het is gewoon de schaal aan het klaar eigenlijk. Ja, echt fan, man. Klopt. Wel bruut. Kan ik ook vandaag openen. Deze is van... De... Op de laatste speeldag. Oh. Daar hadden ze niks gemaakt. Nee. Dus uit de fanstore hebben we deze petjes gehad. Dus er staat niks op welk kampioenschap, welk jaar, maar... Heb je nog iets van gisteren nog? Of ligt nou het lichaam op beneden? Nog niet? Ja, hier. Deze. Mooi dat je allemaal bewaard, man. Ik heb mijn zus gegeven, die had zij aan gisteren. Dus, Dat was, ja. Die had je op het veld. Nummer 24. Ja, lekker, man. Voor mij nummer 3 in de 5. Ja, want dat is wel een ding. Het is jouw derde kampioenschap nu, ook derde keer was echt als basiskeeper. Mm-hmm. Dat sowieso. Maar wat was nou je mooiste? Ze verstellen die vraag altijd. Ja, ik kan ze alle drie omschrijven, ja, want zijn alle de eerste keer kampioen, de eerste keer persoonlijk kampioen van Nederland, die was super mooi en ook gewoon met veel punten voorsprong. En ja, die laatste, op de laatste speeldag is ook geweldig, is omdat je eigenlijk al een beetje uit je hoofd hebt gezet en dan toch nog gebeurt. Maar voor mij is dit jaar ook weer heel mooi, want ja, we hebben echt een geweldig prestatie geleverd en gisteren, ja, en de wedstrijd tegen Ajax. Ja, dat sowieso, maar voor jou persoonlijk toch wel, dit was denk ik toch wel, dan kunnen we gewoon zeggen, jouw beste seizoen. Ik denk dat er maar zelden een keeper zoveel punten pakt voor een ploeg als jij dit jaar hebt gedaan. Ja, maar eerlijk, is het ook zo? Ja, het is wel echt een goed jaar geweest. Het is echt een goed jaar geweest. Gisteren ook. Ja, zeker. Ben je te laag? Ja. Ja, zeker. En heb je nog wat bijzondere shirtjes? Ik zie allemaal shirtjes hangen die voornamelijk zijn van jezelf. Ja, deze een beetje van mezelf die ik wel leuk vind. Ik heb van Richard Tsjech heb ik een shirtje. Oh, dat is wel heel vet. Ja. En heb je daar weer tegen gespeeld? Het is Interland. Ja. David De Gea, Arjen Robben, natuurlijk ook een geweldig shirt. Wie is jouw lievelingskeeper? De Gea heeft dit seizoen wel echt een fantastische wedstrijd gekiept. Hij doet heel goed. Kijk, ik heb ook een shirt van hem in persoon. Deze. Vet. Ja, zeker. Maar dit is ook wel mooi iets. Ja, tuurlijk. Hoeveel wedstrijden heb je inmiddels? Dat moet ik maar kijken. Dat mag jij doen. En dit vond ik ook wel leuk om op te hangen. Ja, die zat het. Het zijn de Champions League pool. We zitten in de auto, we zijn onderweg. Ik moet alweer zeggen, jullie hebben wederom wel echt een prachtige dag uitgekomen om kampioen te worden. Want dat is niet normaal. Hè? Dit is echt, dit weer is top. Ja. Kun je een beetje vertellen, terwijl het hier mijn Fanta de hele auto doorslingert? Is hij nog licht? Nee, maar niet. Sorry. Het is ook niet mijn auto, gelukkig. Okay.
Maar kun je ons vertellen, wat ga je vandaag allemaal doen? We gaan op de platte kar. Ik weet wie er gaat draaien op de kar. Hij heeft al een aantal liedjes die wij vaak in de kleedkamer draaien. Ja? Dus dat, de muziek is goed verzorgd. En ja, ik denk als we nu naar buiten kijken om ons heen, dat dit is dat top. Geen betere dag kon zijn. Ja, dit is top. En we hebben nog natuurlijk dan de huldiging op Stadhuisplein. En eerst nog in het stadion nog iets bijzonders? Ja, klopt. Het wordt natuurlijk ontzettend druk in de stad. Heel veel mensen. Dat weerhoudt denk ik. Kleine kinderen ervan om de stad in te gaan. Dus heeft PSV iets geregeld dat er ook een huldiging plaatsvindt in het stadion voor ouders met wat jongere kinderen. Ja, dus, dat is mooi. Dat is echt mooi. Ik vind dat echt mooi. Volgens mij is het om 4:30. Ja. Dus, en dan stappen we om 5:00 de platte kar op en dan gaat het feestje. Je hebt er echt zin los. In, hè? Je hebt echt zin. Ook buiten de camera, je hebt al echt al 20 keer te werk zin. Dus, dit gaat nooit vervelen, zeg maar. Voor mij mag het de hele dag duren, zo'n feestje. Lekker man, we gaan het zien. Yeah.
niet de laatste keer. Nee. Bizar, man. Dit was ziek, hè? Ja. Dit was heel ziek. Wat vind jij ervoor? Ja, dit was echt niet normaal. Het is een beetje onwerkelijk om hier gewoon te staan. Ik heb 2 jaar lang gezegd: het doel is kampioenschap. Ja, dit was hem, dus bedankt. Nee. En iedereen erbij was bedankt. Jullie bedankt voor het kijken tot de volgende keer.